Ik word het liefst heel erg langzaam gebeft. Het puntje van je tong er zo tegen gebruikt wordt. Ik ga er een beetje mee spelen met je tong en... Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sexperts delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over beffen. Ik heb leren beffen door naar lesbische films te kijken. Hoe kun je dat doen? Ja, er is niet echt een school waar je naartoe kunt en zeg van nee, leer me eens even hoe je seks hebt. De allereerste keer toen ik befte was ik 13. En dat was toen ik had in die tijd dat ik echt een vriendin, echt in de zin van een relatie. Op mijn 17e of zo kreeg ik voor het eerst zeg maar een beetje een relatie of zo. De lange relatie dat helpt om echt te weten wat, hoe lang. Ik denk dat dat toen wel heel veel heeft geholpen. Omdat je dan zeg maar meer zeg maar de tijd voor kan nemen en zo. En in die tijd toen had ze me heel vaak verteld van haar ervaring met andere meiden en hoe ze deden zo. En ik was zelf heel zenuwachtig om het te doen. Ja, de eerste keer heb je geen idee wat dat is. Je ligt daar tussen de benen en ga je een beetje ermee spelen met je tong. En ja, en ik ging gewoon spelen met de clitoris. En dan af en toe naar beneden. En toen zei ze ook tegen mij van ja, je moet een beetje dit doen, je moet een beetje dat doen. Ja, het is toch wel van oh, ha. Weet je, een soort van oh, dat is heel erg fijn. Het hoe-effect van wat gebeurt er? En daarna ontspan ik. Daarna ga ik ontspannen, ga ik ervan genieten. Mijn eerste reactie als ik gebeft word is dat ik blij ben. Ik word altijd vrolijk van. Op het moment dat ik doorkrijg dat ik gebeft ga worden, maak ik even een connectie met mezelf van oké, nu even ontspannen. Dus ik probeer echt een momentje voor mezelf te maken van oké, nu gaan we hierin, zodat ik volledig kan genieten van wat de ander aan het doen is. Toegewijd. Langzaam, hard, zacht, alles door elkaar. Ja, heel verschillend. Dat doe ik gewoon wat ik zelf lekker vind en vaak vinden ze dat ook heel lekker. Ik kijk gewoon naar hoe het meisje reageert. Ik neem er graag ook wel de tijd voor. Je begint gewoon hier, zeg maar met je tong. Heel langzaam hier, weet je. Je gaat gewoon teasen een beetje zo, hier zo. Nou ja, wat ik meestal doe, is inderdaad, je speelt heel met de clitoris. Dan draai je wat rond. Hou heel veel aandacht op deze mannetje. De mannetje in de boot. Dat is haar clitoris. Je moet altijd aandacht geven aan de clitoris. En dan heb je hier de zijkanten. Pak het wat vast. En ook de lippen. Ik kan ook hier zitten. Gewoon zo. Ik kan ook zeg maar die lippen ook zo in mijn mond doen en er een beetje erop zuigen. Ja, ga eerst gewoon heel veel teasen, langs heel veel teasen en daarna op een gegeven moment, op het moment dat het moet gaan komen, dan trek je naar de clitoris toe en hou je continuïteit erop. Ik word het liefst heel erg langzaam gebeft. Ja, ik vind het toch wel het lekkerst als er gewoon het puntje van je tong er zo tegen gebruikt wordt. En dat iemand me ook echt heel erg duidelijk aangeeft van nee, nu gaan we dit doen en voorlopig blijf jij gewoon liggen of zitten of whatever, jij mag niks meer doen. Je kan ook een soort zuigen doen, dat vind ik zelf wel lekker, met de clitoris vind ik dat ook lekker. Vooral klit en vooral buitenkant, ik het liefst wel zonder vingers, af en toe vind ik het wel lekker, maar daar moet ik echt in de stemming voor zijn. Dus eigenlijk vind ik het echt vooral met de klit en alleen de buitenkant. Dus dan zet je het eigenlijk op en dan zuig je zeg maar aan de clitoris. Dat kan hard en zacht, net wat je lekker vindt. En dat het gewoon echt heel erg de tijd voor wordt genomen. En dan ga je eigenlijk een soort van achtjes draaien en over die klit heel zachtjes, heel gentle. En ja, zo. Maar je moet kijken naar het gevoel van de vrouw, wat zij lekker vinden. Dus je moet gewoon opletten naar de lichaamstaal van de vrouw, hoe ze eigen beweegt of ze schokken maakt. Bij beffen moet je opletten dat je ook niet direct naar het einddoel wil gaan. Maar probeer juist plezier te maken van de weg naar dat doel toe. Niet je tong ook te hard maken, want dat kan best wel scherp of pijnlijk aanvoelen. Want de klit is natuurlijk gevoelig en als je met een superharde tong daarop gaat zitten, dan is het niet zo heel lekker. Ik communiceer heel veel in seks, dus meestal inderdaad, ik vraag gewoon als je verkeerd zit of je wel goed zit. En je moet echt oppassen met die lippen, dat je daar echt niet te hard in bijt gewoon. Afstemmen met degene die je aan het beffen bent. Wat vind je lekker? Is dit oké? Probeer ook te letten op diegene zijn reactie. Daarin kan je het al heel snel voelen of dat je het goed doet of niet goed doet. Ook bespreek het ook, hè. Maak bijvoorbeeld voordat je seks met elkaar hebt, schrijf een lijstje op. Als je het niet durft te zeggen, maar schrijf het op en geef het aan elkaar. En zo weet je van elkaar ook heel snel wat kan en niet kan. De beste tip is inderdaad communicatie. Yeah.